hoe eet jij? Met of zonder tanden? Nou, ik heb... Nou, ja, precies. Hè? U zegt ook niks. Kom maar, Ron. Kun je even een gebit voor de pakken? Kom maar. In Sterren in de Zorg stappen Tros TV-sterren uit hun wereld van glitter en glamour in de wereld van de zorg. De sterren draaien hun dienst mee met mensen die met passie en gedrevenheid de zwakkeren in Nederland verzorgen. Ze worden geconfronteerd met de harde realiteit van het leven. Van bejaardenzorg tot verstandelijk beperkten. Van rekening tot oncologie. Vanavond loopt Antoinette Herzenberg mee in de thuiszorg. Ron Boshart werkt met lichtdementerende bejaarden in ouderencentrum Het Huis aan de Vecht. Ron gaat vandaag terug in de tijd. Ik heb wel een beetje tegen deze dag opgezien, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb heel lang in de verpleging gewerkt. Ik heb gezworen om daar nooit meer terug te gaan. Omdat ik het eigenlijk heel erg vond. Ik ben niet in de wieg gelegd voor de verpleging. Ik vind die mensen, dat vind ik echt, die horen een gouden stoel te krijgen in de hemel. Want als je leven geeft voor die mensen om ze te verzorgen. Ik was daar niet voor in de wieg gelegd. Ron heeft 10 jaar in de verpleging gewerkt als in 1996 zijn droom uitkomt. Hij wordt ontdekt als tv-presentator. Vandaag keert hij terug met bejaardenverzorger Heidi. Goedemorgen. Dag, Ron Boshart. Heidi. Dag, Heidi. Nou, we gaan ervoor. We zijn er klaar voor. Gaan we meteen weg maar? Ja, natuurlijk. Ja, want het werk wacht, hè? Ja, hoe gaan we? We gaan met de bus. Oh, ja? Gezellig. Gezellig, hè? Kom maar dan. Heidi werkt al bijna 30 jaar in de zorg en heeft naar eigen zeggen het mooiste beroep ter wereld. Het is heel, heel hard werken. Dat vind ik heel hard werken, niet zo heel erg. Maar het is gewoon heel zwaar. Het is emotioneel zwaar. Het is heel geestelijk zwaar. Het is lichamelijk zwaar. Ik doe het al 29 jaar, bijna 30 jaar. In zorg. En met heel veel liefde. Ja. Ron kennende, ik zie hem al een beetje rommelen en doen, lachen. Maar ik denk ook dat hij het... Ja, dat hij ervoor zal gaan. Antoinette is op weg naar Kim, die sinds 2004 in de thuiszorg werkt. Het is vrijdagochtend. Het is nog vroeg. En hoewel dit voor mij een tamelijk ongebruikelijk tijdstip is om al in de auto te zitten, geldt dat niet voor heel veel mensen van de thuiszorg. Hier langs gaan bij mensen om ze... Ja, om te zorgen dat ze thuis kunnen blijven wonen in plaats van dat ze naar een verzorgingstehuis moeten of iets dergelijks. Antoinette begon 13 jaar geleden met de presentatie van het nog altijd succesvolle Radar. Een programma waarin ook misstanden in de zorg aan de kaak worden gesteld. Vandaag laat thuiszorgmedewerker Kim haar zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Goedemorgen. Hi, dag. Lieet. Antoinette Herzenberg. Leuk je ons ontmoeten. Ja, insgelijks. Kom binnen. Nou, ik ga gewoon de handen uit de mouwen steken, hè, zoals we dat gewend zijn. Dus ik wil alles gewoon doen wat Kim doet. Dus als we mensen moeten aankleden of dat soort dingen, dan ga ik gewoon helpen. Als de mensen dat oké vinden, uiteraard. Ik ga me niet lopen opdringen, maar... Ik ben zeer bereid om me te helpen. Ik heb alleen één probleempje. En dat is? Mijn auto is stuk. Dan nemen we mij nou. Kijk eens aan. Ja. Geweldig. Nee. Ik ga kijken of ze misschien zin heeft om te proberen de kous aan te trekken bij iemand. Dan zal ik eerst eentje voordoen en dan, nou ja, misschien wil ze de ander ook wel proberen. En misschien helpen met aankleden, even haren kammen, nou zo. Dit is de medicijnmap, hè? Ja. Er staan de cliënten hun namen op en de pillen. Pilsoorten. Goedemorgen, mevrouw Klein. We hebben de pillen voor u. Eet u smakelijk. Dag, mevrouw Klein. Ik heb de pillen voor u. Oh. Ja. Maakt u ze zelf altijd open of moet ik ze openmaken voor u? Nee, dat doen wij altijd, Ron. U mag ze zelf open. Zal ik ze hier neerleggen? Nou, ik ben Ron. Hallo. En ik ben... Dag Beb. Beb. Dag Beb. En hoe lang zit u hier al? Dus je zegt het niet, kan je zeggen. Alle jaar of vijf, hè? Alle jaar of vijf. Ron, ja. Je moet wel even mevrouw een glas water geven. Dat glas mag je uit die kast pakken. Nou, u bent heel netjes. Nou, laat ze maar even staan omdat ze nou zit te eten. U hebben gaat eerst in de schuit. Ik eet zo. Ja. We komen zo weer terug, mevrouw Klein. U kan nou uw beschuitje even opeten, hè? Prima. We gaan nu naar mevrouw Van Laar. Van Laar? Ja, zeker. Wat moeten we doen met mevrouw Van Laar? We gaan haar eventjes helpen met wassen en aankleden. En steunkousen ook nog. Oh, oké. Dat is het hele pakket. Oké. En dat mag ik ook doen, die steunkousen? Of is dat nou ja, als je het wil proberen. Ik als mevrouw het goed vindt, dan vind ik het ook goed. Ik wil wel proberen.
Goedemorgen. Zo. Mogen we binnenkomen? Ja, tuurlijk. Hang ik even mijn jas op. Zo. Anders had je niet hoeven te komen als je niet binnen mag komen. Nee, nee, ik kom mijn kinderdagje helpen vandaag. Ja. Oh, dat is leuk. Ja. Ja, toch? Ja. En wij natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, daar zijn natuurlijk. We tenslotte voor. Ja. Eerst wat douchen, hè? Ja, laten we dat maar doen. Is goed, zeker. Nou, ik zal mijn jas uitdoen. Ja, hè? Doe maar. Is goed. Gaan jullie maar eventjes ja, doen, dat maar gerust. Ja, kijk eens. Zijn jullie al bijna klaar? Bijna. Kan ik een kopje thee of koffie zetten of zo voor jullie? Heeft ja, u een kleine apparaatje heb ik alleen maar. Oh, maar dat geeft maar. Ja, zal ik even kijken? Lust dat in dat kleine kastje. En lust u zelf ook wel even een kopje koffie dan? Ja, doe maar. Goed zo. Kijk maar hoeveel ik ken. Goed zo. Eerst je handen afdrogen. We hebben aangebeld. Goedemorgen, mevrouw van Buren. Ik bel niet. Kom maar, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Buren. Heb u lekker geslapen? Daar. Ron, doe jij de gordijnen ja, maar even hoor, open, ja. Dan help ik mevrouw uit bed. Goedemorgen. Zullen we er maar weer even uitgaan? Kom maar. Ja, we gaan even een boterham eten, hè? Kom maar, ik doe vast uw benen buitenboord. Kom maar. 1, 2. Hoppa. Zo. Goed geslapen? Ja. Kijk eens, broeder Ron komt in mijn morgen helpen. Ik ben Ron. Wil je de schoenen voor de aandoen, Ron? Hè? De schoenen even ja. aandoen voor mevrouw. Dan ja. hoef u het vandaag zelf niet te doen, hè, mevrouw van Buren. Niet te benen. Zo, kom maar. Dan gaan we er even uit, hè. Kom maar. 1, 2. Ja, dat gaat wel. Zo. Wat gaan we doen? We gaan even een boterham voor mevrouw klaarmaken. We lopen naar de tafel toe, hè? En dan gaat hij, ja. Nou, dan zit ik een beetje aan de tafel. Kijk, dat is niet goed wat je doet, hè, Ron. Nee, je moet wel aan je rug denken. Oh. Je kan mevrouw vragen ja, om even te gaan staan, hè? Kom maar even nog een klein stukje staan. Oh. Ja, zo. En dan kan je die stoel aanschuiven. Oh, ja, zo. Ja, je moet ook aan je rug denken, hè? Juist. Wil jij vast boterhammen smeren? Hier heb je de... Bot. Alsjeblieft, in de koelkast heb je ja. brood, 2 boterhammen. Even mevrouw wat vragen. Wil u op brood? Op een brood? Van alles en nog wat. Nou, dan ga ik eens even kijken. Van alles en nog wat. Jam, pindakaas. Ik heb jam, pindakaas. Ja. Wat hebben we nog meer? Jam en pindakaas, hè? En jam en pindakaas en smeerworst. Kijk, dat moet je nou niet doen, want dan breng je mevrouw even de war. Gewoon even duidelijk zijn tegen mevrouw. Ja. Mevrouw van Buren, wil u jam op uw boterham? Ja, dat vind ik. 2 boterhammen? Ja. Ja? Nou, dan ga je... Kom maar, Ron. Even... Wil u smeerworst op uw boterham? Nu moet je even... Dat broodje aanmaken. Ja, nee. Jij zegt jam, moet... maar misschien wil ze wel wat anders. Nee, ze wil jam. Meestal is mevrouw jam. Oh, ja, jij kent 2 boterhammen. Jam. En waar je ook op moet letten, hè, 's morgens, dan denk je, hoe eet jij? Met of zonder tanden? Nou, ik heb... Nou, ja, precies. Hè? U zegt ook niks. Kom maar, Ron. Kun je even een gebit voor de pakken? Kom maar. Komt er maar binnen. Zo. Nou, ga ik maar lekker op bed zitten. Even zien. Wat doet u aan vandaag? Doe het grijze rokje maar aan en dan die deze? Blouse met zijn mouwen. Oké. Okay. Zo, kijk eens. Zij doet er ook. Ja, zeker. Werkverdeling, hè? Als ik het niet goed doe, moet u het gewoon zeggen, ja, hè? Okay. Ja, oké. Zo. Deze kant ook. Ja, nou. Nee. Mijn jongste zoon heeft ook krulletjes, dus ik ben wel iets gewend. Ik heb niet zo'n dikke bos meer. Maar ik ben er toch 88 mee geworden, hè? 88. Goeie dag. Weten. Als ik een pijn doe, dan zegt u het gewoon, hè? Heel hard. Heel hard. Heel hard. Ja. Schrijven we elkaar. Zeker. Alsjeblieft. Yes. Aan de voet. En dan eventjes. Ja, het is best zwaar, dat hoekje, hè? Even zo. Nou, zeker. Ja. Zo. Goed zo. Kousje erover. Randje maken. Geweldig. Hartstikke goed gedaan. Geweldig. Nou, zo. En die meiden zoals Kim zorgen ze goed voor u, mevrouw?
Ja, zeker weten. Ja? Heel lief, heel lief. U heeft niks te klagen. Ze zijn allemaal heel lief. Nou, gelukkig maar. Zeker weten. Gelukkig. Dus ik ben blij dat u hier bent komen wonen. Ja. En dat ik die hulp heb gekregen, daar ben ik ook blij mee. Ik kom hier om te helpen. Zo, dan voel ik me ook een beetje nuttig tenminste vandaag. Hè? Ik merk dat Antoinette heel erg gedreven is. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar het is wel de bedoeling, zeg maar, ook vanuit Action Continu, dat zij toch geprobeerd de mensen zo zelfstandig mogelijk te maken, zeg maar. Zoals een afwasje doen, als mensen dat zelf kan, moeten ze dat toch eigenlijk ook zelf doen. Dus zodoende, ja. Maar voor de rest, ja, hartstikke goed, joh. Nou, het was me een genoegen. Ja, fijn. Nou, ja. Hartstikke leuk. Nou, ik ook. Goed. Bedankt. Tot morgen, hè. Tot morgen. Oké. Okay. Even goed afspoelen, want het heeft in de steradent gestaan. Het is een beetje vieze smaak. Mevrouw van Buren, even uw tanden in doen, hè? Wat zou je doen, Ron? Aangeven moet ik, of... Moet ik het aangeven? Ja, geef maar even aan. Dat is de bovenste. Dat is de bovenste? Ja. Dat is voor boven. Doe maar. Dat weet ik. Ja. Doe er maar in, hoor. Kom maar. Zal ik even een handje helpen? Ja. Zo. Nou. Ja, nou, dat is het. En dan mag je... Oh, een ja, heel ander zo moet je even helpen, een hè? Een heel ander gezichtje, hè? Ja. U hebt uw eigen tanden nog, hè? Ja, u kan hem nog bijten, hè? We gaan nou maar uw brood bijten. Eet smakelijk, hoor. Ja, zeg. Hey. Hallo. Dag, hoe is het Ja. We hebben de krant opgehaald. Ja. Wat ga je ermee doen? Nou, weet ik niet. Eén krant, hè? Voor, Eén krant. Voor ja. Hoeveel bewoners? Voor heel veel bewoners. Ja, nou, tegen die tijd mevrouw Klein de rol de krant uit heeft, om te lezen, is het dan oud nieuws. Maar goed. Nee. Hoe is je dag? Ja, goed. Wat moet doen, ja? Ja, leuk. Waar zit je? Ik heb net steunkous aangedaan, iemand. Oh, wat leuk. Ja, nee, dat is echt leuk. Weet je ook hoe dat moet? Weet ik ook hoe dat moet. Gaat altijd van pas komen. Nog huishoudelijk hulp gedaan? Dat heb ik ook gedaan. Ik ook. Ja, ik heb ook aan afgewassen en dergelijke. Ik denk, kom op zeg, we zijn nou toch bezig. Dus, Maar valt het voor de goede? Nou, ik vertelde net, ik vind het zo positief allemaal. Ik vind de mensen zo vriendelijk en zo blij en zo tevreden. Ja, nee, dat is bij ons ook wel. Mensen zijn heel blij met dat wat ze nu nog hebben, zou ik zeggen. Maar, ben jij nou bij demente mensen op bezoek? Ja, nou, zijn een beetje een grens gevallen, weet je wel. Maar het zijn wel mensen die een last hebben met hun geheugen. Dus, en die echt zorgen nodig hebben. Ja, ik ben nu even de krant lezen halen, maar ze weten niet meer dat ik geweest ben. Nee, oké. En dan ga je de krant voorlezen. En dan... Ron, mag je even onderbreken? We moeten wel de krant gaan voorlezen. Dit is net de generaal. Dit is net de generaal. Nee, maar weet je... Ik weet niet hoe zij is, maar... Ron, we zijn een tijdverbonden. Ja, om zo'n tijd gaan we de krant lezen. Ja, nee, zeker. De activiteiten zijn allemaal gepland. Mag ik niet een keer mee? Dus het moet wel. Mag ik niet met jullie mee? Nee, je mag niet met haar mee, Ron. We gaan nou naar boven. Ja, zeker. We komen elkaar nog tegen. Hij houdt een beetje strak, hè? Ik hou een beetje strak. Beetje? Helemaal. Schuldig. Jan heeft gebeld. Oh ja? Ja, en hij zat in Keulen op een boot. Ja. En ik had een kaart gekregen met veel kusjes erop. Ah, leuk hoor. Nou, ik mis hem wel hoor. Nou, zeker. Ik vind Susan. Wie is Jan? Dat is mijn vriend. Uw vriend? Oh, appetje. Oh, kijk ja. Eens. Die is lastig. Heen. Ja, kom dan. Maar hulp mijn haar kammen, hoor. Ja. Ja. Waarom leuk, niet? Maar met de borstel. Met de borstel. Die ligt in de badkamer. Zal ik hem even pakken? Ja. Kijk, die kaart wat bovenop ligt. Oh, dat is van uw vriend. Dat is van mijn vriend. Van Jan de Lang. Veel mooi. Kusjes. Kussen. Nou zeg. Gisteren heeft hij nog gebeld. Kijk eens aan. 8:45. En hoe lang is hij al uw vriend dan? 5 jaar. 5 jaar. En u bent nog steeds verliefd? Ja. Maar wat voor model heeft u meestal? Heeft u een scheiding of een beetje... Ja, hier zit hij... Een beetje zo naar die kant. Ja. Deze kant? Ja. Ik heb mooi grijs haar. Ja, het is prachtig. Zeker. Vroeger was het pikzwart. Echt waar? Ja. Zo. En dan kun je daar op de foto zien op de vensterbank. Nou, dan zal ik even kijken. Even kijken hoor. Deze? Ja. Dan moet ik hem even... Dat? Dat ben ik. Zo. Nou, dan had hij inderdaad een zwarte... Ik ben een van de 13, hoor. 13? Ja.
Wat me echt opvalt is de enorme positiviteit die van de mensen uitgaat. Er wordt altijd zoveel geklaagd in Nederland en iedereen heeft het altijd zo moeilijk en mensen voelen zich niet veilig en het is allemaal niet goed genoeg met de zorg. En als je dan met deze oudere dames praat, dan vind ik dat ze heel veel vitaliteit uitstralen. Dat ze veel lachen, dat ze blij zijn. Als je vraagt, bent u er blij mee met de zorg die Kim en haar collega's geven? Die mensen zijn dik tevreden. Dan denk ik, dat is echt hartstikke motiverend, vind ik dat. Zo. Goedemorgen. Ja. Gaat u met me mee, mevrouw Verheul? Ron, ja. Jij kunt zo wat bed opmaken, hè? Oh. Even goed opletten als dat niet nat is. Dit? Ja. Verrycare. Even voelen, hè? Even gaan voelen, Ron. Of het nat is, dat kan. Ja, en als het nat is van de plas, dan gaan we het even verschonen. Prettig. Ja. Ja? Ja. Nou, dat is schoon. Dat is droog. Even ja. Zo. Even uw bril af, hè? Ja. Nou, kom maar, Ron. Je moet, anders zo schieten we niet op. Wat gaan we doen? Even wachten. Mevrouw gaat in de stoel zitten. Ah ja. En dan mag jij die emmer, mag je dat even opruimen. Kom. Daarachter ligt nog een washandje. Als jij die even pakt. En dan kan het washandje, dan mag het hier in die bak. Dit washandje in de wasmand? Ja, in de wasmand. Wasmand. En deze dan kun je leger. Het zakje eruit halen, Ron. En daar heb je schone zakken. Hm? Achter je staan schone zakken. Ja? Ja. Oké. Okay. Lukt het, Ron? Ja hoor. Ja, even, je hebt ook nog luchtverfrisser, hè? Kun je ze buiten natuurlijk, hè? Maar zo is het. Deze. Het zit allemaal in die zorg, Ron. Ja. Ja. Het hoort allemaal bij de zorg, hè, Ron? Ja, dat is waar. Ja. Dan ben je toch aan het plummelen? Ja. Heb je dat thuis niet, Ron? Nou, maar dat, nou, ik weet niet of jij dat weet hoe het werkt. Kijk, daar heb je ook nog... Oh ja, die. Maar hoe deed ik die? Gewoon op het knopje drukken. Nee, het kan, stuk, nee, dat zet dat het ding weer terug en doe het maar op het andere. Als we allemaal zo gaan klungelen. Goed zo. Na 6 thuisbezoekers zijn Antoinette en Kim voor de lunch terug in het bejaardencentrum. Nou, gezellig. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Ja. Ik vind eigenlijk dat alle verplegers een stoel in de hemel verdienen. Ja, toch? Ja, of het is te laat. Dat vind ik ook. Als we het hebben over sterrenzorg, dan zijn dit de sterren van de zorg natuurlijk. Weet je, het is echt dat waar. Dat is ook zo. Ja. En dan hebben wij het dus over hard werken. En dan denk ik, ik zeg altijd, als er bij mij iemand zegt op mijn werk van hard werken, weet je, dan denk ik, nee jongens, als je in de verpleging hebt gezeten, dan weet je pas wat hard werken is. Kim houdt al haar bezoeken bij voor een goede overdracht aan het einde van de dag. We weten ook dat er enorme wachtlijsten zijn natuurlijk in de zorg. Maak je daar wel eens wat van? Dat je mensen moet verzorgen die eigenlijk misschien andere zorg nodig hebben? Ja, dat komt uiteraard nog wel eens een keer voor, inderdaad. Want er zijn wachtlijsten, en helaas zou ik zeggen. Maar toch probeer dan met z'n allen als team ervoor te zorgen dat je die mevrouw of meneer zo lang mogelijk kan blijven verzorgen. Door in ieder geval de indicatie bijvoorbeeld te verhogen. Ja, en is het wel eens gebeurd dat het eigenlijk echt niet meer houdbaar was? Ja, dat is op zich wel eens gebeurd. Maar dat heeft dan even de tijd nodig. En tot die tijd dan proberen we in ieder geval zo goed mogelijk ervoor te zorgen. Ja, ja. Hoe reageren mensen in jouw omgeving eigenlijk op het feit dat je dit werk doet? Vinden ze dat leuk of niet? Ja, ik merk alleen dat ze echt ontzettend veel respect hebben voor het feit dat ik dit doe. Want de meeste mensen die zeggen van dat zou ik nooit kunnen en ik zou het nooit willen, zeg maar. Want ja... Ik bedoel, oneerbiedig gezegd, ruim je wel eens de poep van een ander op, zo gezegd. Ja, en dat moet je ze willen wel eens af. Ja, daarom. En dat moet je maar net kunnen. Mevrouw Bolander heeft last van botontkalking. Zonder beensteun kan zij niet lopen. Zal ik u even vasthouden? Nee. Het gaat wel. Ja? Kim is gewend. Ja, dat is ook zo. Kim is zo. Dan moeten we zorgen dat we de enkel niet te veel draaien, want dat is... Natuurlijk. Want die beugel, die direct niet mee. Nee, daarom. Die blijft stabiel. En als ze dan draaien... Ja. Dan draai je ze mijn been om. Nou, waarom? Ja. Mag die schoen ook nog even uit? Oké. Mag jij ook even doen? Ja, met één schoen in bed is ook zo hard. Ja, dat is ook niet fijn. 1, 2. Hoepelijkee. Hoepelijkee. Zet ze gelijk eroverheen. Ja, zeker. Ligt u lekker warm. Deze bij het bed houden, dat u die kan gebruiken als het nodig is, of niet? Of die liever bij de... Nee, die moet bij mijn bed staan. Bij het bed staan. Ja, dat dacht ik. Die komen zo'n dingetje. Zo. Stop. Een leesboekje, hè. Onafscheidelijk. Ja. Tja. Dus net even. Alsjeblieft. Kunnen we nog iets anders voor u pakken? Iets te drinken of nee?
Goed zo. Nou, lekker even uitrusten. Lekker uitrusten. Zeker. En tot strakjes. Ja, okay. Zeker straks weer. Ja. Neem de sleutel mee. Ja, prima. Okay, dan. Tot zo. Dag. Nou, ik vind dat ze het hartstikke goed doet. Ze neemt goed initiatief en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in de zorg. En nou ja, ze is heel hartstikke geschikt voor het werk, joh. Dat nog even en ze kan een carrière switch maken. Dan kan ze weer verder. Ja, ik denk eigenlijk niet eens zozeer om te slapen, maar weer om te liggen, nee, geloof ik. Nee, inderdaad, zeker. Ook in de recreatieruimte van het bejaardencentrum doen de dames een dutje. Ron en Heidi komen die rust verstoren met wat dagelijks nieuws. Ja. Er staat hier een stukje, dat vind ik wel even leuk. Ja. Dat Japanse wetenschappers fokken een doorzichtige kikker. Een doorzichtige kikker? Oh, nee. Hoe vind je dat? Er bestaat eigenlijk geen doorzichtige kikker. Kikkers zijn natuurlijk niet doorzichtig. En als de wetenschap dan de ingewanden moet nakijken, moeten ze de kikker opensnijden. Ja, ja, bah. Oh, ja. Hoeven ze hem niet meer dood te maken, de kikker? Nou, dat is zo. Nee. Toch? Nou, dat was de kikker, hè, Ron? Dat was de kikker. Een Mexicaans koor. Oei, mooi. Ja, hè? Lijkt me wel mooi. Ja. Wordt er hier ook nog gezongen, een beetje? Af en toe is Zo, af en toe wordt er wel gezongen of naar zang geluisterd, toch? Ja, maar bijhouden is gezongen, ja. En wordt er ook gedanst? Ja. Tuurlijk. We hebben toch geen mannen? Ja. Hij is het toch? We zijn er. Ja, nee. Zet de muziek hier op. Chance, chance. Ja. Hallo, u zit er weer. Even op gang komen. Bank tegen bank. Bank tegen bank. Ja, andere kant. Bank tegen bank. Annie, hou je tas vast. En dan verzenuwen. Nou, mevrouw Timmer. Nou. Ligt er aan binnen. Zie toch dat hij een klik heeft met de cliënt. Dat hij vroeger ook voor het beroep heeft gekozen. Ik vond het hartstikke leuk om met je gewerkt te hebben. Nou, zeker. Ik vond het ook hartstikke gezellig. Buiten het feit dat ik nu weet hoe ik steunkousen aan moet krijgen en beugels om moet doen, ben ik toch eigenlijk echt het meest onder de indruk van je instelling. Dat je echt iets wil betekenen voor mensen. En volgens mij heb je echt een buitengewoon positief kijk op leven. En dat moet je wel zo zien te houden. Nou, zeker. Ja? Dat ga ik zeker doen. Oké, nou misschien zien we elkaar nog eens. Ja, hartstikke leuk. Ik ga het zelf zoenen. Dag. Is goed. En hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Zeker. Okay. Jij ook, hè, voor je hulp. Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Het was hartstikke gezellig met Antoinette. Ze doet ontzettend de best. En wat mij betreft mag ze nog een keer terugkomen. Wat mogen we in Nederland toch blij zijn met mensen als Kim. Die zo positief in hun werk staan. Die helemaal niet zoveel terug verlangen. En waarvan je toch kan zien dat al die mensen met de weg lopen. Omdat ze gewoon echt er is voor die mensen. Dus daar heb ik echt groot respect voor. En nou ga ik even Ron ophalen, want Ron is met de bus en ik denk dat hij het fijn vindt als ik hem even ophaal. We gaan afscheid nemen. Nou, Ron, ik geef je bedankt voor alles. Ik vond het leuk dat je mee hebt gelopen. Ik hoop ook dat je het ik vond het heel leuk. Ik zag er een beetje tegenop, maar uiteindelijk is het me 100% meegevallen. Ja. Maar ik weet wel weer dat het een zwaar vak is. Maar ik had deze dag voor geen goud willen missen. Oké, hey. Tot kijken. Tot kijken. Hoi. Ik had af en toe het gevoel van je moet toch ook bij de les blijven. En toch een beetje serieuzer op dingen, bij dingen stilstaan. Maar dat is rond een manier van doen, hè? Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je denkt, doe het eens serieus. Doe het eens gewoon zonder een lach. Maar pak het er serieus aan. Maar weet je, het leven is al zo serieus. En laten we er iets leuks van maken. En met die instelling ben ik vanmorgen wel hier naar binnen gegaan. Zo van, laten we met z'n allen een vrolijke dag van maken. Nou, ik ga er vandoor. Tot kijken, dames. Dag. Hey. Ja, ik ben met de bus. En daar kom ik je lift voor aanbieden. Mag ik met je meerijden? Heb je het gehad? Ja, heerlijk. Ik heb net besloten, ik kom nog één keer terug in het bejaardenhuis als ik zelf oud ben. Dag dames! Dag! Tot kijk! Dag. Tot de volgende keer! Als ik oud ben. Dag! De afgelopen 4 dagen liepen 8 Tros-TV-sterren een dag mee in de zorg. En ondervonden aan den lijve hoe zwaar, maar ook hoe mooi werken in de zorg is. Alle sterren zijn geraakt door de liefde en inzet waarmee de verzorgers dag in dag uit hun patiënten bijstaan. Dit was Sterren in de Zorg.
24 uur per dag. Het leukste en beste op tros.nl.